Dit is het gezicht van de jongste deelnemster aan de NK. En misschien wel een van de meest blije deelnemsters, toch? Ja, klopt. Ik heb 2 PS gedaan gereden. En deze week heb ik nu al in totaal nu al 4 gereden. Dus ik ben echt op alle afstanden 1. Dus ik ben echt super blij. Een uitblinkweek voor Antoinette de Jong uit Jong Oranje. Ja, klopt. Ja, ik had het eigenlijk niet verwacht, maar het is echt het is een superweek. Dus, wat loopt er zo goed? Ja, gewoon technisch gaat het goed. Ik raak ze allemaal, de slagen raak allemaal goed. Dus ja, en de krachten nog bij, dus dat gaat echt goed. Ja, wat jouw ploeggenoot, die iets ouder is, Pien Kulstra uit Jong Oranje, doet op de lange afstanden. Dat doe jij gewoon op de korte afstanden? Ja, op dit moment gaat het wel heel goed. Ja, ik had de PR op de 3 kilometer gereden van 4:15, dus ja, gaat de goede kant op. Zie je jezelf als een groot talent voor de sprint of kan je ook langere afstanden aan? Nou, ik ben nu nog een allrounder en dat wil ik dan wel zo graag. Ja, dat vind ik wel echt heel leuk om alle afstanden te rijden. Dat hoor je niet vaak meer. Mensen willen graag sprinten, korte afstanden. Ja, ik probeer nu op langere, gewoon op alle afstanden te richten. En als het later toch iets anders gaat, dan specialiseer ik me daarop. Maar dat is pas later? Ja, dat is later pas. Dus het komt snel, maar wat goed is, was dit voorseizoen even weg. Ja, zeker. Met een reden natuurlijk. Nu is alles weer goed en het gaat perfect. En zo zie je maar weer een leiding dag 1. Je ploeggenoten reden de sterren van de hemel. Wat was er mis met jou? Ik net voor enke afstanden brak ik een rib en dan had ik een blackout net voor de eerste 500 meter. Dus ik reed enke afstanden met een gebroken rib en dus het was eigenlijk logisch dat mijn prestaties gewoon onder de maat waren. Het schaatsen ging eigenlijk nog steeds wel lekker, maar alleen als ik het heel rustig aan deed. En nu is dat hersteld, nu kan ik weer voluit en ja, de resultaten zijn bekend. Voluit 1:08:08, dat is niet normaal. Nee. Johnny Davis en Steven Groothuis doen dat alleen. Ja, en nu mag ik eindelijk mijn naam aan het rijtje toevoegen en dat is wel heel tof. Jij was top blij hè, met alle supporters ook nog op de tribune die uit je regio kwamen. Ja, dat was super. Ja, 1000 man kwam erbij en die hoorden ze wel. Het was echt vet. Ja, super dat er zoveel familie en kennissen waren en vrienden. Dus als je het dan weer waar maakt, dan is het heel mooi natuurlijk.